In Suriname wordt er te veel betaald voor energie. Tot deze conclusie komt de EBS-tarievencommissie na onderzoek. De commissie heeft haar rapport de vorige maand ingediend. Commissievoorzitter Diana Dwarka zei vanmiddag tijdens een persconferentie dat er met elke relevante belanghebbende is gesproken en iedereen is meegenomen in het rapport. Tot grote verbazing van de commissie distantieerde de Energieautoriteit Suriname zich van de bevindingen, zegt Dwarka. $7,5 naar $12. We praten over $4,5. Op basis van een koers van 30 praten we over een is meer dan 1,5 SD per kilowattuur. Betekent bijna een verhoging van meer dan 100% op dit moment. Dus als u nu op dit moment een 1,000 SD betaalt aan stroom per maand, zou je op basis van het voorgestelde tarief, het berekende tarief van EES, het dubbele, en zelfs meer moeten betalen. Wij hebben dat eer en geweten, nogmaals. Ons werk gedaan, de bevindingen liggen daar. Dwarka geeft verder aan dat de commissie tijdens haar onderzoek is gekomen op een bedrag van $7,5 per kilowattuur. Alle berekeningen staan keurig aangegeven in het verslag. Dit tarief verschilt met dat van de Energieautoriteit Suriname. Huidige tarieven die wij betalen, die zijn gebaseerd op basis van een koers van 1818 berekend door het IMF. In de keten, de sector is gedollariseerd. Het tarief is gebaseerd op wat we nu betalen is $10 per kilowattuur. Weliswaar op basis van de koers van 1818. Wat wij hebben uitgerekend in US dollars, we komen op een tarief van $7,5 per kilowattuur. Dus daarmee hebben we aangegeven dat het tarief wel lager kon. Wij kunnen niets aan doen omdat er in een jaar tijd, vanaf de instelling van de commissie tot nu toe en daarvoor, er een aantal ontwikkelingen zijn geweest voor wat betreft de valutakoers. Dat het nu 35 is en zelfs richting hoger koers. De EBS-tarievencommissie heeft haar werk gedaan, aldus Dwarka. Het ligt nu in handen van de regering dat ze een goed besluit moeten nemen omtrent de toekomstige energietarieven.